Waarom is water uit de kraan schoner dan water uit de supermarkt? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik heb hier een glas mineraalwater van een bekend merk uit de supermarkt. En een glas grachtenwater hier uit de grachten van Amsterdam. En ik denk dat als ik jullie vraag welk glas jullie prefereren om jullie dorst te lessen, de meeste van jullie zullen zeggen, doe mij dat mineraalwater uit de supermarkt wel. Maar na afloop van dit college weten jullie wel beter. En dat zal ik jullie laten zien. Want met behulp van dit rietje kan ik van dit glas vies grachtenwater, maar een heerlijk glas fris drinkwater maken. En dat zal ik jullie laten zien. Dit rietje is een membraan. Het is eigenlijk een filter, zou je kunnen zeggen. En een membraan is een filter dat hele kleine gaatjes bevat, die sommige stoffen wel doorlaten en andere stoffen juist niet doorlaten. En dit membraan bevat zulke kleine gaatjes dat de watermoleculen, de kleine waterdeeltjes, wel door de wand van dit rietje heen kunnen, terwijl de vuildeeltjes niet door de wand van dit rietje heen kunnen. De wand van dit rietje is dus eigenlijk het echte membraan. En ik zal dat demonstreren. Ik hang dat rietje hier even in deze opstelling. Ik neem dat glas vieze grachtenwater. Ik zuig dat op. En wat ik vervolgens doe, is ik spuit dat grachtenwater onder druk aan de binnenkant van dit rietje. Als we even geduld hebben, dan zie je de eerste druppels al verschijnen. En je ziet, heerlijk, schoon, fris water. Van grachtenwater, met behulp van dit membraan. En dit membraan is gemaakt van plastic. Het is een kunstmatig membraan gemaakt van plastic. En het is heel bijzonder materiaal, want dit materiaal moet dus bepaalde gaatjes hebben. Maar het moet ook water aantrekken. Water moet er doorheen willen en alle afvalstoffen, alle vuil, moet worden tegengehouden. Daarom is het belangrijk dat we een materiaal kiezen dat in staat is dat water aan te trekken en die afvalstoffen tegen te houden. En dat is waar ik als onderzoeker aan werk. Nu kun je je voorstellen dat we met één zo'n enkel membraan niet zo heel erg veel water kunnen produceren. Als ik hier jullie allemaal een glas water wil geven, dan zitten we hier morgenochtend zeker nog. En daarom, om dat te kunnen doen, hebben we een aantal membranen bij elkaar gezet. En dit is een membraanmodule, zoals dat heet. En deze membraanmodule bevat een heleboel van die rietjes die ik net liet zien. Allemaal bij elkaar. En deze module bevat 15.000 rietjes. En als we al die rietjes naast elkaar op de grond zouden leggen, dan zouden we een oppervlakte hebben van 64 vierkante meter. En in werkelijkheid is deze module is doormidden gesneden zoals jullie zien, en in werkelijkheid is deze module ongeveer 1,5 meter lang. En met behulp van deze module kunnen we dus heel veel meer mensen van schoon water voorzien. Want hoe werkt dat? Drinkwater zoals het bij ons uit de kraan komt, wordt in Nederland gemaakt uit grond- of oppervlaktewater. Dus bijvoorbeeld het water dat in de grond zit of het water van het IJsselmeer. En dat water van het IJsselmeer, dat pompen we onder druk door deze rietjes heen. Dus we persen het door de rietjes heen, zodanig dat de watermoleculen naar de wand van de rietjes gedrukt worden. De vuildeeltjes, die komen natuurlijk ook in die rietjes terecht. De waterdeeltjes gaan door de wand van dit rietje heen naar buiten toe. En de vuildeeltjes die blijven in het rietje zitten. En uiteindelijk is het zo dat het water, het schone water, hier in deze centrale buis samenkomt. En dit is dus het water, hier komt het water dus uit, dat vervolgens ook uit onze kraan thuis komt. En op die manier
kunnen we dus met deze membraanmodule heel erg veel schoon water produceren. En nu denk je misschien dat dat vrij exotisch is, dat dat iets is wat niet hier in Nederland gebeurt, maar niets is minder waar. Want hier vlakbij staan een aantal grote installaties waar 500 van deze membraanmodules geïnstalleerd zijn. 30.000 vierkante meter membraanoppervlak. Alleen al om hier de provincie Noord-Holland van schoon drinkwater te voorzien. En als we kijken, die membraanmodules, die kunnen ongeveer 7 jaar meegaan. Dus met deze rietjes kunnen we 7 jaar lang schoon water maken. En het wordt nog eenvoudiger als ik jullie deze filterpen laat zien, zoals dat heet. Dit is een filterpen en in deze pen zitten een paar membraanrietjes. En als ik die pen in het glas met vies grachtenwater steek en ik drink daaraan, heb ik lekker een slokje schoon water. Prachtig natuurlijk. Wat gebeurt er als ik aan deze pen zuig? Dan zuig ik het vieze water, of het schone water eigenlijk, van de buitenkant van de rietjes door de wand van de rietjes heen naar binnen toe. En op die manier komt het zo mijn mond in. En je kunt je voorstellen, als ik in India aan het wandelen ben, ergens in een of ander achterafgebied, en ik heb dorst, hoef ik alleen maar deze pen bij me te hebben. Geen noodzaak om nog weer 3 liter water op mijn rug te dragen. Prachtig natuurlijk. En in het geval van een grote ramp, bijvoorbeeld zoals de tsunami, dan zijn er ook mobiele eenheden beschikbaar die binnen een paar uur naar het rampgebied gevlogen kunnen worden. Op die mobiele eenheden staan dit soort membraanmodules. En op die manier kunnen we ter plekke de bevolking daar onmiddellijk van schoon drinkwater voorzien. Dankzij die membranen. Dan vraag je je misschien af, hoe goed is die kwaliteit van dat water nou dat we op deze manier produceren? Je zag mij net dat glas opdrinken. Ik kan je verzekeren, de kwaliteit van het water dat we op deze manier produceren is uitzonderlijk goed. Ik noemde net al, het water zoals het bij ons uit de kraan komt, wordt gewonnen uit oppervlakte of grondwater bijvoorbeeld. En hier vlakbij in Utrecht is een heel belangrijke waterbron. En daar winnen we het water om drinkwater van te maken. Maar het verrassende is, een heel bekend mineraalwatermerk haalt precies uit diezelfde bron ook water. En het bijzondere is dat volgens de wet geldt dat mineraalwater op het moment dat het uit die bron komt, onmiddellijk de fles in moet. Dop erop, klaar naar de supermarkt. Tegelijkertijd geldt voor kraanwater dat we pompen dat op uit precies diezelfde bron in Utrecht. Dat wordt eerst gezuiverd met de membranen en pas dan mag het bij ons uit de kraan komen. En niet eerder. Met andere woorden, deze fles wordt eerst gezuiverd voordat het bij ons uit de kraan mag komen. En sterker nog, voor het water dat uit onze kraan komt, geldt voor 65 verschillende componenten, is in de wet aangegeven hoeveel daarvan in dat kraanwater mag zitten. Voor mineraalwater is dat maar voor 15 componenten gedaan. En tenslotte, de kwaliteit en de zuiverheid van ons drinkwater wordt continu in de gaten gehouden. 24 uur per dag worden de monsters genomen en die worden geanalyseerd. En er hoeft maar iets mis te zijn of de productie wordt onmiddellijk stopgezet. Terwijl dat water in deze fles, dat wordt maar 1 keer in de zoveel tijd onderzocht of de kwaliteit nog voldoende is. Dus je kunt je voorstellen dat uiteindelijk het water zoals het uit onze kraan komt vele malen schoner is dan het water dat we in de supermarkt kunnen kopen. Als het zo eenvoudig is, waarom vinden we dan niet overal membranen? Waarom staat de wereld dan niet vol met membranen en heeft iedereen toegang tot schoon water? Membranen zijn een relatief jonge technologie, relatief nieuw. 70 jaar geleden ontwikkeld voor het zuiveren van water. Terwijl andere technologieën veel ouder zijn. En het kost gewoon wat tijd voordat een nieuwe technologie geïmplementeerd kan worden. Maar niettemin, er zijn wereldwijd duizenden installaties die op deze manier schoon water produceren. En in principe zou je met membranen elk type water kunnen zuiveren. Maar soms is het gewoon simpelweg te duur. Omdat het water dat we moeten zuiveren veel te veel vervuild is. Je kunt je voorstellen als je de Ganges zou willen zuiveren, de rivier in India, dat dat bijna onbegonnen werk is. Dat is niet alleen voor membranen zo, dat is voor elke technologie het geval. Maar er is nog iets anders. Als we membranen gebruiken, en daarvoor moet ik terug naar het experiment dat we net gedaan hebben. Als ik dat water, dat vervuilde water hier inspuit, dan krijg ik keurig schoon water door de wand van mijn membraan heen.
Maar wat gebeurt er met het vuil dat in dit water zit? Dat blijft in dit rietje achter. Met andere woorden, hoe meer water ik filtreer, hoe meer vuil, hoe meer vervuiling er in dit rietje achterblijft. En je kunt je voorstellen dat op een gegeven moment dat hele membraan helemaal vervuild is met een dikke laag vuil. Want in dat grachtenwater zit, behalve schoon water, zit daar ook algen, wieren misschien. Er zitten wat deeltjes in, er zitten misschien wat broodkruimels in van de eendjes. Er zitten bacteriën in, noem maar op. En dat komt allemaal in dit membraan terecht. Kortom, we zullen daar iets moeten doen. En je ziet hier een voorbeeld van een membraan dat 3 weken in het IJsselmeer heeft gehangen. Dat 3 weken gebruikt is om schoon water te maken. En je ziet, het was oorspronkelijk een wit velletje, je ziet het is helemaal bruin geworden. Nu is dit een beetje ingedroogd en daarom kun je het niet zo goed zien. Maar in werkelijkheid, als we dat membraan zo uit het IJsselmeer houden en we kijken ernaar, dan zit er een dikke laag bruinige smurrie op dat membraan. En we zullen dus iets moeten doen om te voorkomen dat die laag te dik wordt en we geen schoon water meer kunnen maken. Want op een gegeven moment zit er zoveel vuil op dat membraan dat we heel erg hard zouden moeten drukken om er nog een klein beetje water doorheen te persen. En hoe harder we moeten drukken, hoe meer energie dat kost en hoe duurder de kosten uiteraard zullen zijn. Dus op een gegeven moment, als ons membraan te vuil geworden is, dan moeten we het schoonmaken. En wat doen we dan? We maken een lekker sopje van wat Glorix en daar spoelen we het membraan mee. Uiteraard zetten we wel eerst de waterproductie stop natuurlijk. We wassen het membraan met Glorix, we spoelen het lekker schoon. We spoelen het na met lekker fris schoon water. En vervolgens kunnen we het membraan opnieuw gebruiken. En dat gedurende een periode van ongeveer 7 jaar. Maar er is nog iets. De samenstelling van ons water wordt steeds complexer. Er zijn al gevallen bekend, in de buurt van ziekenhuizen bijvoorbeeld, waar ons grondwater steeds meer medicijnresten bevat. En er zijn zelfs al gevallen bekend van vissen met vrouwelijke eigenschappen. Omdat door de opkomst van de anticonceptiepil de hoeveelheid oestrogenen in ons water steeds hoger wordt. En als jij je terras schoonspuit met onkruidverdelger, wat gebeurt er dan met die restjes onkruidverdelger? Die worden door het regenwater keurig het oppervlaktewater ingespoeld. Het oppervlaktewater waar we uiteindelijk weer ons drinkwater van maken. En tenslotte, hier in Amsterdam is de concentratie aan cocaïne in het water 15 keer hoger dan diezelfde hoeveelheid cocaïne in het keurige Apeldoorn. En die stoffen stellen de drinkwaterleidingmaatschappijen voor hele grote problemen. Want de huidige generatie membranen is niet geschikt om die stoffen te verwijderen, om die stoffen tegen te houden. De gaatjes in de huidige membranen zijn te groot om die stoffen tegen te houden. En die stoffen, als we niets zouden doen, zouden die stoffen dus gewoon in ons drinkwater terechtkomen. Iets wat we uiteraard niet willen. Gelukkig is op dit moment de concentratie nog niet zodanig hoog dat we ons zorgen moeten maken. We kunnen nog helemaal veilig het water uit onze kraan drinken. Maar we zien wel een hele langzame toename. En in de toekomst is de verwachting dat die hoeveelheid medicijnresten, hormonen, pesticiden alleen nog maar zal toenemen. En daarom zijn we op dit moment heel hard aan het werk om membranen te ontwikkelen die ook die nieuwe componenten tegen kunnen houden. En dat doen we door bijvoorbeeld een bestaand membraan te modificeren. Door daar iets aan te veranderen, zodanig dat het ook die andere stoffen tegenhoudt. En dat kunnen we bijvoorbeeld doen door een net iets andere samenstelling van het type materiaal waarvan we het membraan maken te nemen. En op die manier geven we dat membraan net iets andere eigenschappen. We kunnen ook proberen de gaatjes in het membraan net iets kleiner te maken. En tenslotte, en daar komt de nanotechnologie om de hoek kijken, we kunnen extra laagjes op die membranen aanbrengen, zodanig dat die laagjes een afstotende werking hebben voor die medicijnresten en die hormonen. En op die manier zouden we dus kunnen voorkomen dat die medicijnresten uiteindelijk in ons drinkwater terechtkomen. Maar het is daarbij uiteraard wel belangrijk dat die watermoleculen, die waterdeeltjes, nog wel steeds door het membraan heen gaan. En dat is natuurlijk een afweging en dat is soms heel erg lastig. Want je moet echt zoeken naar welke chemische samenstelling van het materiaal moet ik nou precies hebben. Zodanig dat er nog voldoende water door mijn membraan heen gaat. Maar ik tegelijkertijd al die stoffen die ik niet in mijn water wil hebben, kan tegenhouden. En daar gaan we de komende jaren heel hard aan werken. Zodat ook in de toekomst
ons water, zoals het uit de kraan komt, veilig drinkbaar blijft. En ik denk dat als ik jullie opnieuw de vraag zou stellen, wat heeft je voorkeur? Dit glas mineraalwater van een bekend merk uit de supermarkt of dit grachtenwater met de membraan erbij, jullie nu in volle overtuiging zouden zeggen, doe mij dat grachtenwater maar. En zeker als je weet dat 1 liter van dit mineraalwater net zoveel kost als 500 liter water uit de kraan. In het volgende college wil ik jullie vertellen hoe we dankzij membranen van een vieze fabriek een drinkwaterproducent kunnen maken.